Dan gaan we het hebben over hoeren in de tent. Dan moet je je niet aangesproken voelen, want hier zijn geen hoeren in de tent. Maar dat weet je niet. Dat weet ik niet, daar gaan we misschien zo achterkomen. Anyway, we gaan het toch doen, gaat zo. Je staat op de lijst van twee, anders kan je booty niet mee. Je ziet eruit als een prostituee. Gelukkig is je moeder niet mee. Nee, niet oké. Hoe je beweegt met dat decolleté. Meisje, jij, ga mee met mij. Dan krijg je van mij een kopje thee. Oh jee. Ik ben net pas binnen. Sta al te spenden wat ik net nog stond te binnen. Kan met mij bedrijf beginnen. Ga ik voor jou en voor je vriendin. Ik loer je en dat weet je. Ik ben in de moed en niet zo'n beetje. Kom maar met je bouwvaardigheid, wij ik wil het niet, weet je. Ik zeg nu alvast sorry, maar ik ga iets doms doen. Ik zeg nu alvast sorry, maar ik ga iets doms doen. Ik zeg nu alvast sorry, maar ik ga iets doms doen. Ik zeg nu alvast sorry, want ik ga iets doms doen. Tussen hoeren in de tent, dus ik ga nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. Want moeder is niet thuis. Even voor de duidelijkheid, we hebben het net even gecheckt. Er zijn geen hoeren in de tent, goed nieuws. Dat is absoluut goed nieuws. Maar, dan komt wel gelijk de vraag, zijn er dames...